Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, mijn bril is nog donker, daar kan ik niks aan doen. Ik ben net buiten geweest, maar dat vertel ik zo meteen. Ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina. En de beestenboel, ja, die is ook net binnen, dus die heeft een kap nog om. Die krijg je toch straks weer om, dus ja, laat maar even. Ik heb de televisie aan, want ja, onze koning is jarig. Dat hartelijk gefeliciteerd, koning Willem-Alexander, oftewel onze Willempie, zo noem ik hem altijd. Ik ben koningsgezind, wie aan het koningshuis komt, die komt aan mij, punt uit NL. Ja, dat, ik vind het geweldig, hij wordt 52 jaartjes jong, het is er nog in onze ogen. Voor mij dan en voor mijn medemensen die net zo oud of ouder zijn dan mij, nog maar een snotneus. Ja, laat het hem niet horen. Ik denk dat hij nog in de lach zal schieten ook. Want zo is hij wel. Hij kelt tegen een geitje en een dolletje. Ja. Nee, ik ben dus buiten geweest om de vlag op te hangen. Maar die kunnen jullie nu niet zien, want de zon die schijnt erachter. Ik kan hem zelf amper zien. Maar hij hangt met wimpel en al. Dan moet ik kijken, want ik, oh daar. Ik hoorde gemiauw en dat was Ewen en ik wist niet waar ze was. Nou, ik ga een bakje koffie doen. Ik ga even televisie kijken en een broodje doen. De diertjes even verzorgen. En daarna gaan we er hard op en ik neem deze camera mee. Niet de koperen, maar deze. Ja, dan weten jullie het alvast. Zien we wat leuks, dan pak ik hem erbij en dan kunnen jullie meegenieten. Zie ik niks leuk. Het is 9 van 10 keer hier alleen nog maar Mark. Nou, waar is dat niet? Ja? Misschien ook wat leuks, iets bijzonders, of een drumband of een straatkapel of weet ik veel. Dan pak ik hem erbij. Ik zou zeggen, tot strakjes, lieve vrienden, en geniet van de Koningsdag. Ja, lieve vrienden, ik ben mij gaan klaarmaken om weg te gaan. Koningsdag in Den Helder proberen te vieren hier en daar, even kijken hoe en wat. Koningsdag op televisie is nog bezig, maar jullie zullen zelf denk ik ook wel kijken hier en daar. Maar ik denk, ja, dan kan ik wel blijven zitten, weet je, en blijven uitkijken. Maar voordat je het weet is het later en het is nu al 1 uur. Dus ik ga de hort op en ze vieren het daar maar lekker samen verder. Ik zou zeggen, tot straks. Zo wel onderweg misschien, maar sowieso als we weer thuis zijn. Ik zou zeggen, tot later, doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis en ik heb onderweg niks bijzonders gezien. Omdat te gaan filmen of wat dan ook, het was koud. Cape Holland was niet buiten, maar hadden ze naar binnen verplaatst. Dus daar was het donker en met TL-buizen aan, dus ja, niet bijzonder. De schoten, dat was wel buiten, dat is in een andere wijk. Maar door de kou, door de regen, door de harde wind, ging er al heel veel. Waren we al naar huis, stonden veel kramen leeg. En er gingen ook al een hoop verder nog opruimen. Ik heb zelf ook regen gehad, ik zat helemaal in mijn jas voor scholen. Nou, nee, niet prettig rijden dan. Ik ben blij dat ik weer thuis ben en wat heb ik ervan overgehouden? Hoofdpijn. Ja, want het, in die hal was het ontiegelijk druk, want ja, dat was binnen. En dan is het toch meestal dan drukker als het met dit weer is, dan als het buiten is. Maar ja, we zijn weer thuis. Vrouw die ging weer tekeer, die was weer blij. Hé, ja. Die was zo blij, die gaat hij altijd zo tekeer, hè? Ja. Hij is zo lief, hè. Jij, oh goedje die cliënt. Och, jammer. Hè? Maar in ieder geval, en ik moest zo nodig naar het toilet, dus ik heb de booster in de tuin gezet en ik ben eerst naar de wc gegaan voordat ik hem opruimde. Maar ja, ik ben blij dat ik thuis ben en nou is er een interview met onze koning op de televisie bezig. Dus ik kwam met mijn neus in de boter, laat me zeggen, want dat vind ik wel interessant. Dus dan ga ik even lekker onder het genot van een bak koffie en een koekje naar kijken. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ook van hetgeen wat jullie aan het doen zijn, of wat dan ook. En ze zeggen, tot later, doei doei. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, ik heb vandaag niet, tot op heden niet veel gedaan, dan enkel weg geweest vanwege Koningsdag.
waren ook geen zakkamers hier in Den Helder. Dan enkel maar ja, een rommelmarkt en dan in een andere wijk de Schoten een andere markt. Maar daar, het was zo koud, zo nat allemaal. Dus ja, dan doe je ook niet veel. In het centrum was niks te doen, geen muziek, niks. Dode boel hier. En Frodo is even buiten. Dus, maar in ieder geval, ik ga straks even wel wat doen. Ik zit trouwens ook nog steeds met een deken om me heen, want ik heb het koud. Ja, maar Mary, die haakt nogal veel. Haken, ja, sjalen, dekens, noem maar op. Nou heb ik een mooie sjaal van haar gekregen. Maar, ik zei, waarom heb je er niet zo een ronde van gemaakt? Dat je een paar keer om je hoofd heen wikkelt. En hebben we er twee meegegeven. Ze zegt, als jij dat nou even aan elkaar vastmaakt, bij allebei, hebben we allebei dezelfde. Ik zeg, prima, doe ik wel even. Dus ja, dan ga ik dat dus vanavond even doen. Meneer Jodoke zult naar binnen, oftewel Frodo. Kom dan. Frodo. Loopt hij weer weg? Ik moet nog niet stroken. Koekjes, Mafkees, kom dan. Kom hier dan. Kom maar. Oh, die sta je er gekleurd op. Oeh, kom maar gauw. Het is koud, man. Het is niet warm te noemen. Nee. Wat ben je nou? Kom dan. Kom dan. Ja, je ruikt vis. Maar dat ligt al in de container. Ja, ik kan allemaal op. Kom, op de bank. Even helpen. Je krijgt een dikke kraag. Ja, het gaat weer moeilijk met die kap. Ja. Hoep, huppelt hij daar weer heen. Nou, een eeuwin natuurlijk daar. Hé, meisje. Ja, nou. Joh. Mauw. Vrouwtje moet nog naar buiten. De schutting geloof ik nog op slot. Ik geloof dat die nog open staat. Joh. Doen we straks wel. Hé? Ja. Inderdaad. Doen we straks wel even. En tenminste, als ik klaar ben met jullie. Het is donker, hè? Ja, ja. Het wordt steeds donkerder. Maar oké, ik kan er ook niks aan doen. We maken gelijk ook een einde aan voor vandaag. En morgen zien we wel weer verder. Vandaag was het zaterdag. 27 april. Koningsdag. Want onze Willem is vandaag jarig. En ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van deze dag. Ondanks het weer wisselvallig was. Maar in ieder geval, dat komt ook allemaal wel goed. Ik ga wat meer naar het licht even. Als dat tenminste helpen wil. Ja, zo is het al wel wat beter. Dat ik hoop dat iedereen het heel fijn heeft gehad vandaag. Met Koningsdag. En voor vanavond. Niet dronken worden als je het gaat vieren in een kroeg. Nee, houd gezellig. Geef elkaar geen vuist, maar geef elkaar de hand. En ja, oranje bitter, hè. Schijnt niet lekker te zijn, heb ik gehoord. Ik heb het nog nooit gehad, maar ik zal het toch eens een keertje wel gaan proberen, Andrea. Ja, wie weet lukt ik het wel. Maar oké, je moet er gewoon niet dronken van worden. Je moet niet te veel alcoholische dranken tot je nemen. Het is ook niet goed voor een mens, qua gezondheid. Dus ja, maar in ieder geval, wees lief voor elkaar en geniet met elkaar. En tot morgen. Ja, ja. Welterusten allemaal.